Centraal in het Olympisch Dorp staat er een restaurant van een hele beroemde hamburgerketen. Die van die klant. Twee Gouden Bogen. Precies. En daar schijnen rijen dik atleten te wachten op hun kleine maaltje. Ja, het is heel raar, maar die zit daar en daar wordt gewoon na de wedstrijden voornamelijk fastfood gegeten en gehaald. En voor gratis, ijsjes. Hè? Ja, nee, ja, alles is gratis in het dorp. Gratis eten is nooit verkeerd, toch? Nee. Maar het zijn vooral sporters die klaar zijn met hun sport, die daar dan even een ongezonde hap gaan scoren. Ja, je hebt Usain Bolt niet zien lopen met een McNuggets kip in zijn bakkers. Nee, hij zegt altijd wel dat hij veel aan de kip zit, maar ik heb hem daar wel gezien, maar ik heb hem niet met kip zien lopen. Maar is dat niet raar? Olympische Spelen, topsporters en dan een grote hamburgerketen, dat is toch gek? Ja, je bent natuurlijk klaar. Je leeft daar 4 jaar keihard naartoe. Iedereen is, of in ieder geval het grootste deel, op dieet en let heel erg op zijn voeding. En daarna moet je gewoon even los kunnen gaan, denk ik. Dus ik denk niet dat dat gek is. Ik zou niet verwachten dat veel atleten voor de wedstrijd staan. Heel veel basketballers zie je met stapels hamburgers lopen. Kogelstoters. Kogelstoters, ja, die moeten het natuurlijk hebben van hun gewicht. Sta jij daar ook te wachten op je kipdingetjes? Ik denk direct naar de teamkamp dat ik daar wel aansluit, ja. Ik heb het er niet zo van. Ik ga het zeker wel doen na het sporten, maar ik heb er snel weer genoeg van. Ik ga toch maar weer dan een beetje sushi halen of zo. Ga jij daar ook naartoe? Nee, maar misschien als ik goud heb gewonnen, dan zou ik het wel verdiend hebben. En als ik de finale sta of als je een wedstrijd verliest, dan ga je daar ook je verdriet maar wegeten, denk ik. Maar ik hoop er verder niet te komen. Sta jij daar ook tussen? Ligt er af en toe moet ik een keer kunnen, maar ik geloof niet dat ik om wedstrijddag daar ga ontbijten.